Hoi en leuk dat je weer meekijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Allereerst wil ik jullie natuurlijk allemaal nog een heel gelukkig nieuwjaar wensen. We zitten alweer bijna een week in 2018 en ik weet ook eigenlijk helemaal niet of het nog wel kan. Maar hey, ik heb het gewoon al gedaan. Ik heb jullie het gewoon al gezegd. Ik ga jullie mijn favoriete producten van december laten zien. December was echt een best wel goede maand voor mij qua producten. En ik ga jullie dan ook gewoon laten zien welke producten voor mij echt favoriet waren van december. Dus mocht je benieuwd zijn naar de producten, zou ik zeggen, kijk zeker even gezellig mee met deze video. Ik heb mijn mandje erbij gepakt waarin ik de producten altijd verzamel. En ik ga gewoon een beetje random pakken. Ik begin gewoon bovenop. En dan heb ik deze highlighter van Catrice. Deze komt uit de limited editie Caviar Couch. Heeft de naam C01 Eclat doorgekregen. Ik spreek het vast verkeerd uit, maar ik vind die namen altijd zo moeilijk. Volgens mij is dit ook Frans. Nou, dat kan ik ook echt helemaal niet. Het is echt een hele grote highlighter. Er zit 37,5 gram in aan poeder. Dus echt super groot. De achterkant is goud. Je ziet ook die gouden details uiteraard terugkomen op zowel dit doosje. Wat ik echt heel mooi gedaan vind. En de rand is ook goud. De highlighter zelf is roze. Hier zitten ook prachtige bloemen ingedrukt. Je ziet Catrice Caviar Couch er ook ingedrukt staan. Echt heel mooi. Ik heb hier gedipt. Dat kun je misschien een beetje zien. Maar ik vind deze highlighter echt heel erg mooi. Het is echt fijn dat het ook een hele grote highlighter is. Je kunt er lekker met je kwast in dippen. Er komt echt veel pigment af. Het gaf zo'n mooi resultaat op mijn gezicht. Ik vind dit echt een heel erg mooi product. Catrice heeft natuurlijk al eerder samenwerkingen gehad in combinatie met Caviar Couch. En die waren ook eigenlijk altijd wel heel erg mooi, ook die producten om te zien. En ook deze highlighter vind ik echt weer prachtig. Dit vind ik echt een hele geslaagde highlighter uit deze collectie. Echt heel erg mooi. En ook die grote. Het wordt nog wel een dingetje hoe ik dit ga opbergen in mijn stash. Maar wauw. Ik vind er wel een plekje voor, want het is zo'n mooie highlighter. Dan heb ik een oogschaduwpalet en het is een Beautiful Eyes 12 Color Eyeshadow Paletten. En dit palette komt gewoon van de Action. Ik zag een tijdje terug zag ik palettes liggen bij Action en dat was onder andere dus deze. En in dit palette zit 14,4 gram aan oogschaduw, dus 12 kleuren zoals ik al zei. En dit palette is gemaakt van blik, doet me een beetje denken aan het smoking palette wat W7 heeft uitgebracht. Dan bedoel ik echt dat palette wat later kwam. Qua vorm is dit echt precies hetzelfde. Hij gaat zo open. Aan de binnenkant heb je een grote spiegel. Hier zit een plaatje voor. Die heb ik nog even laten zitten. Want ja, ik vond het wel prima. En ik had niet zo zin om mijn nagels eraan te verbrassen om dit los te peuteren. Maar goed, die zitten dus in. Dat is zelfs wel handig. Dan heb je 12 kleuren oogschaduw. Het zijn wel kleuren die vrij bekend zijn, denk ik, in dit soort paletten. Hij doet me ook wel een beetje denken aan een palette van W7 qua kleurencombinaties. Echt heel mooi. Er zit dus ook een dubbelzijdige applicator bij. Hier zit een sponsje en aan de andere kant heb je meer een kwastje. Heel erg mooi. Nou, er zitten echt wel verschillende kleuren in. Je hebt wat lichtere kleuren, maar ook donkere kleuren. Het pigment van die paletten viel me eigenlijk totaal niet tegen. Natuurlijk, het ene kleurtje is iets pigmentvoller als het andere. Maar dat is denk ik ook wel te verwachten. Maar ik kon hier echt hele mooie ooglooks mee creëren. Het viel mij totaal niet tegen. Gewoon met opbouwen van laagjes vond ik dit palet echt heel erg goed. En het ziet er ook gewoon prachtig uit. Op de achterkant zie je trouwens ook nog de kleuren. En dit palette is echt zo low budget. Want dit palette kost maar €2,99 bij de Action. Dus al heb je bijvoorbeeld nog niet zo heel veel oogschaduw paletten. Of je wilt met oogschaduw beginnen. Vind ik dit palette echt een aanrader. Want voor €3 heb je echt een heel mooi stevig palette. Waar je gewoon echt leuk combinaties mee kunt gaan maken. Of een beetje kunt gaan oefenen. Dus ik vind hem echt heel erg tof. Dan heb ik twee producten uit de
trendeditie van Essence. En dit is de Made to Sparkle collectie. En ik heb hier als eerste een Highlighting and Transforming Prismatic palet. En dat ziet er dus zo uit. Heel leuk paletje. Deze heeft de naam 01 Don't Let Anyone Ever Dull Your Sparkle gekregen. Met dit palet kun je meerdere kanten op. Want je kunt hem gebruiken echt als highlighter. Gewoon op je gezicht, maar ook op het cupidoboogje boven je lippen, op je neus, maar ook op je ogen. Heel erg handig. Er staat hier ook nog een kleine tutorial van bij, hoe je dat kunt gebruiken. De doosje ziet er ook gewoon weer echt heel mooi uit. Kijk gewoon, is echt heel veel aandacht aan besteed. Superleuk. En dan heb je vier kleurtjes met highlighter. Je hebt een goud, je hebt een wittere. Dit zou een beetje een roze zijn, maar die vind ik niet helemaal roze uitpakken. En een blauwe. En nu zit ik er lekker in te tippen. Nou ja, heb je gelijk een soort effect. Ik heb hem even uitgesmeerd, maar dat zie je niet. Ik heb hem nog op mijn vinger. Nou, het zijn echt vier echt heel erg pigmentvolle highlighters. Er zit echt hele mooie glans op. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, blauw zou ik bijvoorbeeld niet zo heel erg snel gebruiken. En goud echt wel in hele speciale gevallen. Maar het zijn wel echt pigmentvolle highlighters die je echt heel erg mooi terugziet. Ja, en het geheel in dat doosje ziet er gewoon echt prachtig uit. Dus echt heel erg tevreden over dit paletje. Dan had ik ook nog een nagellakje uit de Made to Sparkle collectie. En dat is dit lakje. Ik heb hem in de 01 Glam Like Bam. En dit is echt een heel erg mooi nagellakje. Ik kan wel even kijken of ik het jullie kan laten zien hoor. Of dat jullie hier iets van zien. Maar ja, de glans of het resultaat wat dit nagellakje geeft was echt super mooi. Het is een kleurtje wat ik nog niet zo heel veel in mijn stash heb. Dus ik vond het heel erg leuk. Want je hebt een soort parelmoeder doorheen zitten. Maar het is ook weer wat donkerder. Dekte met twee laagjes prima. Nou ja, niet heel lang houdend. Maar goed, daar hoeven we denk ik ook niet heel veel van te verwachten. Maar ik vond de kleur echt super mooi. Dan heb ik een body mist. En deze is van het merk So. Dit merk wordt verkocht bij het Kruidvat. Deze heb ik een tijdje geleden in de aanbieding gekocht. Dus ik weet niet of deze in het vaste assortiment zit. Volgens mij niet. Maar ik was zelf wel bekend met dit merk. Want ze hebben ook parfumgeurtjes. Maar ook body fragrance. Dus echt, ja, ik vond het wel een heel tof merk. Ik heb hem in de geur Watermelon. En ik vind het ook leuk. Kijk, je ziet ook watermeloentjes op de achterkant. Ik hoop dat je dat goed ziet. En hij ruikt zo lekker. Oh, hij ruikt echt super lekker. Er zit gewoon een kleine verstuiver op. Waardoor er gewoon een klein beetje body mist uitkomt. Even kijken hoeveel hierin zit. Hier zit 100 ml in. Maar het is het flesje is van plastic. Ik vind de geur heel erg lekker. Hij blijft best wel nog een poosje hangen. Het is niet dat je echt na een uurtje alweer moet verstuiven. Maar ik vond het echt wel een heel erg lekker geurtje. En ik vond het heel erg fijn. Want ik zocht zo'n flaconnetje voor in mijn handtas. Omdat ik het fijn vind om zoiets bij me te hebben. En dit vond ik gewoon een perfect flaconnetje. Dus ja, hier ben ik heel blij mee. De geur is lekker fris. En blijft nog best lang hangen. Dus ja, heel blij met deze body mist. Dan heb ik nog twee producten uit een limited collectie van Cartsies. En dit is de David Thomas Zweski collectie. Ik spreek het weer vast helemaal verkeerd uit. Ik zet de naam even hieronder, want ik vind het altijd heel erg lastig. En allereerst heb ik deze clutch. En die vond ik er heel leuk uitzien. Rosé goud. Super tof. Kan nog best wel wat in. Dus gewoon, ja, super tof. Rosé gouden rits ook. Echt heel erg leuk. En ook, je ziet echt dit zo terugkomen. Ook de naam staat hierop. En dit was het patroon waarin de collectie, zeg maar, gemaakt is. De buitenkant van de producten zien er ook zo uit met dit patroon. Volgens mij heeft deze niet nog weer een speciale naam gekregen. Nee. Dus allereerst is deze clutch die ik heel tof vind. En dan heb ik het Eye & Face paletten. En die ziet er zo uit. Prachtig paletten. Goud paletten met ook dat patroon wat je net terug zag komen in die clutch. Heel erg mooi. Volgens mij komt het op de camera niet helemaal goed over. Maar het ziet er echt heel mooi uit.
Deze heeft de naam C01 Bauhaus Obsession gekregen. En ja, dit is echt een heel erg mooi palet die je dus zowel voor je ogen als voor je gezicht kunt gebruiken. Ik ga hem openmaken en dan heb je allereerst hier een hele grote spiegel, wat heel fijn is. Dan heb je hier een blush en een highlighter. En deze kleuren kun je voor je ogen gebruiken. Echt heel erg mooi. Veel pigment ook. Je hebt matte kleuren en de bovenste kleuren zijn shimmer kleuren. Echt een heel mooi palet waar je echt hele leuke ooglooks mee kunt creëren. Ook die highlighter en blush die zijn echt prachtig. Dus ja, dit vond ik ook echt weer een super mooi palet. En ook wel leuk dat dit gecombineerd is. Dat je hem voor zowel de ogen als voor het gezicht kunt gebruiken. Dus echt super leuk gedaan. Dan heb ik deze highlight concealer van Max & More. Deze komt dus gewoon bij de Action vandaan. Ik heb hem in de kleur 03 beige. En dit is een concealer met een zwart uiterlijk, gouden letters. Heel erg mooi. Heeft gewoon een draaimechanisme en dus zo'n kwastje waar de concealer uitkomt. Ziet er heel erg goed uit. De kleur is ook echt perfect. Hij is vrij aan de lichte kant voor een beige concealer moet ik zeggen. En hij geeft dus een heel mooi highlighting effect. En dat is echt heel erg mooi. Dat zie je eigenlijk niet zo heel vaak bij concealer. Dat ze ook een highlighting effect hebben. Deze heeft dat dus wel. En het is echt heel erg mooi. Want je ziet er gewoon gelijk een stuk frisser uit. Zou je bijvoorbeeld even niet zo heel veel tijd hebben om ja, echt heel veel aan je ogen te doen. Zou je deze bijvoorbeeld al even in de ooghoeken kunnen aanbrengen. En dan ja, en onder de ogen. Dan heb je gelijk al een veel wakkerder effect, vind ik. Echt heel erg mooie concealer. Van Catrice heb ik deze Prime & Fine Multitalent Lip Scrub & Balm. En dit is dus een ja, een product voor de lippen wat zowel je lippen scrubt, maar ook gelijk een balsem is. Hey, gatsie, hier zitten allemaal haartjes aan. Ik denk dat een van mijn katten in dit, bij dit doosje heeft gezeten. Die ga ik er even afhalen, zo. Zo ziet het eruit. Er zitten hele kleine fijne deeltjes in. Die kun je op de camera niet zien. Ik kan ze wel zien. Voelt heerlijk aan. Het zijn best wel grovere deeltjes. Wat echt heel fijn is. Wat ik ook heel fijn vind bij een scrub. Want anders heb ik niet echt het idee dat het een scrub is. Maar dit is echt een heel erg fijne scrub. Er zitten ook een aantal verzorgende producten in. Dus ja, deze scrub is echt heel erg fijn omdat het ook tegelijkertijd een balsem is. En ik heb deze echt heel vaak voor het slapen gaan gebruikt. En het voelde echt heel erg lekker zacht op mijn lippen. Dus mijn lippen die werden er gelijk een stuk zachter van. Deze heeft de naam 010 A Lot of Apricot gekregen. En ja, ik vind dit echt een aanrader. Dit is echt een hele goede scrub en balsem in één. Dus mocht je op zoek zijn naar een lipscrub, kan ik je deze zeker aanraden. Dan heb ik ook nog twee producten van een limited collectie van Essence. En dit was de Step Into Magic Wonderland collectie. En allereerst heb ik daar een heel erg mooi nagellakje van. Dat is dit nagellakje met metallic effect. Echt een super mooi effect toen ik hem op had. Ik was echt super tevreden. Ik wist niet zo goed wat ik kon verwachten, maar ik was echt heel erg verbaasd. Ik zal even kijken of het een beetje zichtbaar wordt als ik hem opendraai. Nou, je ziet het heel lichtjes, maar het is echt zo mooi effect. Deze heeft de naam 02 Pink Dreams Are Made of This gekregen. Nou, dit zou toch zo in een liedje van Taylor Swift of zo kunnen, deze tekst. Ja, hij heeft dus een melted glow effect. Dus echt een heel mooi lakje met een mooi kleurtje. Ik was heel erg verbaasd over het resultaat. Ja, ik kreeg het er toch maar weer even bij. Het is niet super long lasting, maar het resultaat vond ik heel erg mooi. En dan heb ik dus deze highlighter. En deze heeft de naam 01 Sprinkle Fairy Dust Wherever You Go gekregen. En dit is dus een grijze highlighter. Als ik hem open krijg, met leuk effect vind ik zelf. Heel erg mooi. Echt wel een hele mooie highlighter die je ook heel duidelijk terug ziet op het gezicht. Hij is trouwens niet grijs of zilver op het gezicht. Hij geeft wel echt een beetje een wittere glans. Wat ik echt heel mooi vond. Ik was echt heel verbaasd over deze highlighter dat hij zo mooi was. Want ik wist niet zo goed wat ik ervan kon verwachten. Maar ik vind hem echt heel erg mooi.
Dan heb ik een nagellakje van The Action. En dit komt uit de Ringel Ash lijn. Ze hebben de laatste tijd ook weer producten. Die hebben dan niet echt een merk. Die zie je met zo'n soort Ringel Ash. Ja, of het echt een Ringel Ash is, weet ik ook niet. Maar ja, daar lijkt het een beetje op. En dit is dus een nagellakje. Ik heb hem in de 330 pink. En dit is echt een heel leuk kleurtje. Hij belooft een sterke en langhoudende volume te hebben. Nou, dat had hij niet. Maar de kleur was echt wel heel erg tof. Het was echt een, ja, erg leuk low-budget nagellakje. Ik ga even kijken of ik hem uit het doosje krijg. Het doosje is ook super leuk. Kijk, want de binnenkant die heeft dus, is dus een beetje, ja, blauw, mint, groenachtig. Met ook weer die S-teken erop. Echt super leuk. Dit is het nagellakje en de kleur was zo leuk. Het is echt een soort Barbie roze kleurtje. Ik hou ervan. Ik vind hem echt heel erg mooi. Hij was helaas niet heel langhoudend, maar dat maakt niet uit. Ik vond de kleur zo leuk dat ik er gewoon heel erg blij van werd. Dus echt een heel erg leuk lakje. Ja, en het is zo goedkoop bij Action dat het op zich ook niet erg is. Al blijft het niet super lang zitten, vind ik. Dan ben ik toe aan het allerlaatste product. En dat is wederom van Catrice. En dat is deze Illuminating Blush. En deze heb ik in de kleur 020 Coral Me Maybe. En ja, echt een heel erg mooi kleurtje. Ik ga hem even openmaken. Leuk effect heeft hij. Het zijn eigenlijk drie kleuren. Of twee, drie kleuren. En deze kun je los van elkaar gebruiken, maar ook gemengd. Ik vind ook dit patroon wat erin zit heel erg leuk. En dit was dus een kleurtje wat je bij mij wel goed terugzag op mijn gezicht. Normaal zijn koraalkleuren vrij moeilijk om terug te zien. Maar deze, die had echt super veel pigment en die zag je heel mooi terug op mijn gezicht. Dus dat vind ik heel erg leuk dat ik nu toch ook zo'n koraalkleurtje heb die je wel op mijn gezicht ziet. Dus hier ben ik ook heel tevreden over. Dan waren dit alweer mijn favoriete producten van de maand december. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie ervaring hebben met een van de producten die ik heb laten zien. Of misschien ben je wel benieuwd naar iets. En ben je van plan om het zelf bijvoorbeeld aan te schaffen. De limited collecties zullen niet allemaal meer verkrijgbaar zijn. Ik weet op dit moment dat deze van Essence en Catrice er allemaal al uit zijn. Maar dat is natuurlijk ook gewoon van een maand terug. Dus dat is misschien een beetje jammer. Maar ja, ik wil het dan toch wel graag laten zien. Omdat ik er heel tevreden over ben. Ja, ik wil je gewoon weer heel erg bedanken voor het kijken. En mocht je nieuw zijn op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. En als je op het belletje drukt, dan krijg je ook een melding als er een nieuwe video online komt. En dan hoop ik je weer bij een volgende video te zien. Doeg!